Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Het is 14 juli, dit zijn de temperaturen vanmiddag in Europa. En wat meteen opvalt is natuurlijk dat de warmte ver weg is. In het zuidoosten van Europa, rondom de Zwarte Zee, daar is het warm. Temperaturen 30, 35 graden. En ook in het zuidwesten van Spanje zien we rode kleuren, ook daar gebieden met 30 graden en meer. Maar voor een groot deel van Europa geldt dat het aan de koele kant is. Maar dat gaat veranderen, want de komende dagen gaan de temperaturen omhoog en vanuit het zuidoosten weet die warme lucht zich dan langzaam richting Nederland uit te breiden. Maar dan hebben we het wel over na het weekend pas. Dan komt die warme lucht echt op gang. Op de weerkaart zien we een lage drukgebied boven het oosten van Europa. Dat is een beetje de boosdoener, want via het noorden stroomt dan die koude lucht. Over Europa uit. Dat zorgt ervoor dat die temperaturen aan de lage kant zijn. Er ligt wel een hoge drukgebied, het Azoren-hoge drukgebied, ten westen van Spanje. Maar dat zorgt op dit moment nog niet voor de juiste windrichting. Daardoor wel mooi weer in Portugal en Spanje, maar dus niet al te warm. Nou, als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat het hoge drukgebied zich uh, wel iets naar ons uitbreidt, maar dat een regengebied via de Britse eilanden ook langzaam dichterbij komt. En in het weekend trekt dat via de Noordzee naar het oosten en dan kan er ook bij ons af en toe een spatje gaan vallen. Op zaterdag stelt dat nog weinig voor, maar in de loop van zondag dan krijgt het allemaal wat meer handen en voeten en dan zien we dat het regengebied ook boven Nederland lag. Wisselvallig weer dus heel af en toe, maar in het algemeen valt het toch wel mee. Vanavond bijvoorbeeld nog een enkel buitje, maar ze lossen wel op en de zon schijnt ook geregeld. Geen heerlijke zomeravond, want er staat toch nog wel een windje, windkracht 3 tot 4. En temperaturen van 15 graden, dat is natuurlijk geen warme zomeravond. Komende nacht liggen we dan ook niet te zweten in bed, minima tussen de 11 en de 14 graden. Heel lokaal is nog steeds een bui mogelijk, op de meeste plaatsen is het droog. En dat geldt ook voor morgen overdag. Er kan gewoon een enkele bui vallen verspreid over het land. Maar een groot deel van de dag verloopt droog. Er zijn wolkenvelden, van tijd tot tijd schijnt ook de zon. Verwacht morgen minder zonneschijn dan vandaag. Maar het heeft toch wel een vriendelijk karakter, het weerbeeld. De wind draait van noordwest naar west. Temperaturen iets omhoog: 18 tot 20 graden. En dan het weekend weer. Zaterdag 20 tot 23 graden. Ook dan wolkenvelden en van tijd tot tijd zon niet al te veel wind, heel aardig weer. De kans op een spatje is overdag heel klein. In de avonduren neemt die vanuit het noordwesten wel toe. In de nacht naar zondag en zondag overdag moeten we wel rekening houden met vaker wat regen. Zondagmiddag lijkt die regen dan weer weg te trekken en breekt vaker de zon door. 23 graden zondag, dus het kwik gaat toch wel duidelijk omhoog. Maandag hebben we 24 graden staan, ook dan een enkele bui. Misschien dat het lokaal zelfs 25 graden wordt. En als we dan verder vooruit kijken, nou dan zien we dat er toch een gestage opgaande lijn is. En dat het op dinsdag en woensdag meer dan 25 graden kan worden in ons land. Daarna lijkt de temperatuur weer iets te dalen, maar blijft wel steeds tussen de 20 en 25 graden uitkomen. Dus vanaf maandag, zomer in Nederland, geen hitte, wel soms een bui. Ik ben Michiel Severin. from the appliance i've been to know